Goedendag. Na de warmte van gisteren zorgden enkele stevige buien her en der toch nog voor wat wateroverlast. Zoals hier in Weert in Limburg. Maar op heel veel plaatsen was het ook gewoon droog. Vandaag hebben we de warmste dag van de week met op grote schaal temperaturen van meer dan 25 graden. Regionaal gaan we zelfs naar 27 of 28 graden in het oosten en noordoosten. En daarmee is het echt wel zomerweer te noemen. Maar dat gaat later vandaag toch ook wel weer enkele stevige buien opleveren. De weersituatie op dit moment. Een lage drukgebied ligt ten westen van Nederland en die zorgt aan de oostzijde daarvan voor die aanvoer van hele warme lucht. En dat blijft ook nog wel even doorgaan met vandaag, dus de warmste dag. Morgen een tweedeling in het land, in het noordoosten opnieuw zomerse warmte. In het zuiden, daar komt regen op zetten en daar koelt het dan ook af tot onder de 20 graden. En dat scheidingsvlak, dat blijft ook een beetje boven ons land liggen de komende dagen. Waarschijnlijk op vrijdag tijdelijk ook het noorden even uit die echt warme lucht. Maar daarna zou het zomaar kunnen dat die warmte weer terugkeert. Het weerpatroon zit echt wel een beetje vastgeroest. Dus met die lage druk ten zuiden van Nederland en hoge druk juist ten noorden. De noordelijke helft van ons land heeft dan ook vaak de beste papieren voor zomerweer. In de vorm van droge perioden, zonnige perioden en die warmte. Terwijl het zuiden vaak te maken heeft met bewolking, lagere temperaturen en ook zo nu en dan wat regen. Voor de temperaturen van vandaag zien we dus op grote schaal die zomerse warmte. Meer dan 25 graden. En morgen dat komt dus vanuit het zuiden langzaamaan die wat koelere lucht erin. Maar dan zien we dus ook heel erg goed terug in de kleur hier op de kaart. Dat het Noordoosten gewoon nog te maken heeft met die zomerse warmte: 25, 26 graden. In het midden komen we waarschijnlijk uit rond de graad of 21 à 22. Terwijl het zuiden in die regenachtige periode uiteindelijk maar rond een graad of 15 eindigt. Ik denk dat we in de ochtend misschien nog wel naar een graad of 20 gaan in het zuiden van het land. Maar dat gaat al snel omlaag. In de loop van de dag daalt die temperatuur alleen maar verder. En dan zien we toch echt wel een heel ander weerbeeld binnen ons kleine land. Nou, het weerbeeld ziet er dan als volgt uit. Eerst dus in de loop van de middag en avond stevige buien die overtrekken. Kan her en der ook met wat onweer gepaard gaan of kleine hagel. Morgen zien we dus die tweedeling ook weer terug. Regenachtige periode uiteindelijk in het zuiden van het land. En later ook nog wel eventueel in het midden. Het noordoosten, die, daar houdt het gewoon droog. En dat is toch wel heel erg interessant dat we dus in ons kleine kikkerlandje deze grote verschillen zien. In het noordoosten gewoon zonnige periode met zomerse warmte. Terwijl het zuiden moet rekenen op regenachtige periode, bewolking en temperaturen die uiteindelijk dalen naar maar een graad of 15 overdag. In de weersymbolen ziet het er als volgt uit voor vandaag. Zomerse warmte op heel veel plaatsen. De warmste plekken gaan naar zo'n 27 of lokaal 28 graden. Met daarbij een matige wind uit zuidoostelijke richtingen. In de loop van de dag neemt dus wel vanuit het zuidoosten de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Ze zijn opnieuw wel lokaal van karakter, maar het is wel even iets om rekening mee te houden. Vanavond heeft met name de zuidwestelijke helft van het land en het midden met deze buien nog te maken. In het noordoosten blijft het gewoon droog en daar ook nog lange tijd warm, met zo'n 21 graden aan het einde van de avond. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 tot 15 graden. Op de meeste plaatsen wordt het weer droog. Aan de wind verandert weinig, blijft de matig uit zuidoostelijke richtingen. In de loop van de nacht neemt vanuit het zuiden wel steeds verder de bewolking toe en kan in Zeeland al een druppel regen vallen. Maar de hoeveelheden zijn nog niet zo groot. Dan de woensdag, die dag met die tweedeling. In het noordoosten stijgt de temperatuur al gauw naar zomerse waarde, komen we daar zelfs op 26 graden uit. Terwijl we in het zuiden waarschijnlijk blijven steken op een graad of 19. Als het gaat, eigenlijk gaat regenen in de loop van de middag, dan daalt die temperatuur zelfs nog wat verder naar een graad of 16. En daar zou je de paraplu dus echt wel nodig moeten hebben. De dagen daarna blijft die tweedeling wel aanwezig. Donderdag gemiddeld een graad of 21, maar in het Noordoosten zouden we zomaar weer eens naar die 25 graden kunnen gaan. De dagen daarna komt de zon daar in het zuiden in ieder geval ook weer wat vaker bij. De temperatuur zet ook langzaamaan weer een stijging in. Die warmte probeert toch weer wat meer terrein te winnen. En als ik dan even nog de pluim erbij pak voor twee regio's, de regio's Zuidoosten en Noordoosten, dan zien we ook goed die tweedeling terug. In het Zuidoosten, daar komen we de komende dagen eigenlijk nauwelijks in die 20 graden regio terecht. Als het regent komen we zelfs niet boven de 17 naar 18 graden uit. Maar kijk ik naar het noordoosten, dan zien we toch dat die temperatuur... zeker woensdag op die 25 graden aantikt. Donderdag zou dat zomaar ook nog kunnen lukken. En de dagen daarna blijven we ook gewoon boven die 20 graden. Het noordoosten heeft dus ook echt wel de beste papieren... voor zomerweer de komende tijd. Terwijl het wat zuidoosten en het zuiden van het land... het vaker moet doen met bewolking en regenachtige perioden. Tot de volgende keer.